Dit is Salland Sport. Met u doornemen. Hanek, Gol, Kuipers, Kramer, Nauber, Lucas achterop. Middenveld Brouwers, Rommels, controlerend Boothuis in de aanvallende rol. En voorin Orad Mangun, Cardona en Cordoba. We zitten in minuut 5 van de eerste. Nu de middenlijn overstekend. Speelt in op Seuntjes. Die kaatst de bal af naar de buitenkant. Naar de rechterbuitenkant. Krijgt vervolgens die bal ook weer terug. Schot Seuntjes. Doelpunt Seuntjes. Hoe is dat dan mogelijk? Even dit afwachten. Als er een enorme kans is daar bij Goal Eagles. Voor de Spaanse spits Cardona. Die hangt ook op tijd in de lucht. Hangt boven alles en iedereen. Hangt hij. Maar knikt dan volkomen verkeerd. Hansen. Die prikt hem dan in het strafschopgebied. Aangenomen. Nauber neemt ook zijn stelling in. Wordt die breed gelegd op de 16e. Een schuivetje 2-0. Een schuivetje van Rienstra is zo effectief. Want Domman Haan liep mee met de aanval. Rienstra stond vogeltje vrij op de 17 meter. Binnenkantje voet, uiterste hoek. En Haan, voordat hij er erg in had, moest hij hem alweer uit de touw halen. 2-0 al voor de gasten uit Sittard. Ze zijn 9 vanaf de achterlijn. Snel gedaan naar Cordoba. Dreigt voor te zetten. Beweging. Twee man voorbij. Dan Kuipers aan de buitenkant vinden met de voorzet. Oh, dan kletst die bal er net niet in. Omdat hij zeg maar van de lijn gehaald wordt door Teki. En daar Fortuna even met de schrik vrij komt. Kuipers baalt nog steeds op de helft van Fortuna. Niets is het gaan doen. Nee, Seuntjes doet het toch. Afdraaiend van Warne Haan. Bal wordt gekopt en van de lijn gekopt door Kramer. Omdat Warne Haan weer verkeerd stond. En nu nog steeds die bal in het 16 meter gebied is. Koppen. Ja, Eagles speelt sowieso de zwakste eerste helft van dit seizoen hier in eigen stadion. Hè? Ik bedoel, staat Fortuna weer. Rommens lift hem er wel in. Bal naar Lucas. Schot. Oh! Daar was toch de spits van Go Ahead dicht bij een doelpunt. Maar dat niet helemaal in balbezit. Joris Kramer, de bal wel weer naar buiten. Voorzet dan misschien vanaf de achterlijn. Nee, doordribbelen toch. Een voorzet richting de tweede paal. Brouwers blijft hangen. Oh, daar is het! Nee, nee! Oh! Het past helemaal in deze wedstrijd. Want het is soms niveautje 0, zo eerlijk moeten we zijn. Maar de keeper van Fortuna komt het doel uit en die schreeuwt daarbij geen los. Want die verdediger die komt er vervolgens over doelman Yannick van Os heen. En dan is het daar Brouwers die ervan profiteert. En Go Ahead in ieder geval terug in de wedstrijd schiet. 1-2, een minuut of 8 na de pauze. 1-3 hoor ik. Dus weer een wedstrijd. Ja, Teki. Zet de score op 1-3. Schiet hem werkelijk waar van 40 meter strak boven in het kruis. Achter doelman Warne Haan die hier helemaal niks aan kan doen. En waar we dachten dat de wedstrijd weer open was, lijkt hij weer op. Dit misschien op Cardona, maar die wacht te lang met de schot, wordt geblokt. Boothuis dan in tweede instantie vindt geen ruimte voor een schot. Raakt dan de billen van Anga en dan gaat de bal over de zijlijn. Eindelijk weer wat beweging in het strafgebied. Snel inbouw, bal op Kuipers, durft niet voor te zetten met rechts. Laat dan die bal naar Orad Mangun, komt die voorzet, Cardona! Is hij dan verlost? Hij kopt de bal van dichtbij tegen de handen van Van Os. Maar die kan niet genoeg keren. En de bal via het dak van het doel dus binnen. 2-3. Tijd genoeg, zei ik al. 29 of wat is het? 61 minuten gespeeld. Ja, dan hebben we er nog 29 te gaan inderdaad. 2-3. Het is weer een wedstrijd. Die nu halverwege de helft van Fortuna. Opening zoekt Rommens, diep richting Cardona. Maar er is weer misstand tussen verdediger en de doelman. De bal eruit, Cardona. Cardona is wel een geniale voetballer. Binnenkantje voet, mikt hij over de doelman heen. En dat lukt ook wel, maar de bal zakt net naast de verkeerde kant van de paal. Oh, heerlijk jong is dat toch. Iñigo Cordoba, maar hij mist wel. Brouwers krijgt de bal terug, geeft hem aan de Chica Helbal. Dan waarschijnlijk tussendoor richting Boothuis via de kluts. In ieder geval in het 16 meter gebied. Brouwers klaarleggen. Oh, Chica Hel schieten. Raakt de bal helemaal verkeerd, maar voet van Cordoba. Die raakt hem ook verkeerd. Hij blijft hangen en uiteindelijk in de handen van Los. Wat een... Nou ja, het leek wel drie banden daar in het 16 meter gebied van... Die wordt door scheidsrechter gesommeerd eruit te gaan. Die loopt nu inderdaad achter de doellijn samen met de twee verzorgers. 10 mannen van Fortuna, corner van Rommens, ingeslingerd op 16. Ja! Ja! Maken. Het is beren slecht, maar oh zo sensationeel. Rommels wil afdraaien, Cordoba wordt gesommeerd de strafschopgebied in te gaan. Hij staat altijd goed, wordt gevolgd door een van de invallers, Leek staat bij hem.
Komt Brommers met die bal in het midden. Afdraait. Bal! Het was nooit goed, maar wel spannend. Alles staat in de Adelaarshorst. De spanning giert door de kelen heen. Dus de bal is los. Dus afdraait vanaf de goal. Er komt de kopbal op de lat. En die bal die gaat over. Gelukkig maar. Want het had helemaal het scenario gepast dat ook deze bal nog binnen was. Bij de tweede paal. Bal weggekomen door Brouwers. Eruit gewerkt. Maar die komt nog een keer voor de voeten van Verratti. Schat op de lat. Wederom op de lat. En Go Ahead redt zichzelf daar weer. Door de bal op het aluminium te kijken. Nog een keer ingeslingerd worden. Maar nu is het klaar! Het is klaar! Afgelopen! Go Ahead wint met 4-3 van Fortuna Sittard nadat het met 0-2 en 1-3 achter stond. En na die 4-3 van Brouwers in de extra tijd van de wedstrijd ontsnapt de ploeg van Verwonderen twee keer nadat Fortuna die bal op de lat schoot. Het is krankzinnige wedstrijd hebben we weer gezien hier in de Adelaarshorst. Maar Go Ahead is de gelukkigste. Go Ahead is de ploeg met ongeveer, of nee, niet ongeveer, maar met 16 punten. En Go Ahead is de nummer 8 van Nederland. Kees van Wonderen, het geluk hangt aan je broek. Ja, aan de ene kant hebben we vandaag met op de juiste moment ongeluk gehad, maar ook wel fortuin gehad. Dus en uiteindelijk levert dat wel 3 punten op. Met ongeluk bedoel je misschien wel op de foutjes van Haan? Nou nee, meer op de ballen die dan ongelukkig vallen voor ons. Ik vond ons, zeg maar, in balbezit, de bovenliggende partij, we hadden heel veel de bal. We varieerden in ons aanvalsspel, dat deden we hartstikke goed. Alleen in de aantal keren dat zij in omschakeling kwamen, was het ook gelijk kassa, zeg maar. Ik denk dat zij in de eerste helft, uit de kansen die ze gehad hebben, ook maximale rendement halen. En vonden jullie tempo wel laag? Het oogt een beetje als walking voetbal. Nee, dat klopt. Maar het is ook niet zo eenvoudig om tegen een georganiseerde ploeg als Fortuna speelt, om daar makkelijk je opening in te vinden. Dus dan oogt het misschien als traag en langzaam. Nou, je gaf wel gauw aan dat ze de zijkanten wat meer moesten gebruiken. Ja, dus ik vond dat we met name de eerste helft te veel door de midden de moeilijke oplossing aan het zoeken waren. Daarna gingen we iets meer over de zijkanten. Daar lagen betere ruimtes voor ons, denk ik. Maakt Brouwers die aansluitingstreffer, daar zit er nog heel veel in. Totdat Teki een doelpunt maakt die op de training niet eens binnenschiet. Nee, dus toen dacht ik ook nog, dan gaan we dat ook nog krijgen. Dat je terugkomt in de wedstrijd en dan schiet er eentje van hun ook nog een bal van 40 meter, of wat is het, 25 meter boven de hoek. Het stadion viel ook stil? Ja, dat is natuurlijk een tik voor de ploeg, maar voor de mensen, voor ons allemaal. Dus dan wordt het alleen maar lastiger op. Maar dan kan die ook zomaar de andere kant opvallen. Ja, dat klopt. Dan, dat is natuurlijk een mentale tik. En des te knapper dat je daar nog van terugkomt. Cardona maakt zijn eerste. Ken je dat met die fles ketchup? Ja, laten we het hopen dat er nou... Dat er nou veel meer, dat er gescheut komt nu van goals, dat zou mooi zijn. Maar je haalde op een gegeven moment Cardona eraf. En toen ging je met Brouwers en Botas wat dieper spelen. Ja Botas. Achteraf gouden greep natuurlijk. Ja, wat nee, was ja. je idee dan? Want ik denk, je gaat ballen in de 16 pompen. Nee, omdat je mensen daar wil hebben die goed zijn om dat te bespelen. Met Luc kort achter, die de drang heeft ook om in de 16 te komen. Giannis die goed is met zijn rug naar de goal. Die kan kaatsen en ook voor de goal is. Dus dat waren we eigenlijk aan het zoeken. We wilden Ogie brengen van de zijkant om daar nog meer dreiging te zorgen. Nou, die ging de dag geblesseerd af. Toen kwam Martijn die ook een goede bijdrage leverde aan uiteindelijk het resultaat. Dus al met al pakte dat niet verkeerd uit. Dus om een trots trainer te zijn, je staat ondertussen hoog in het linkerrijtje. Je hebt ook een mooie mix gemaakt van jouw strategie gemixt met de kwaliteiten van de spelers. En daar heb je ook nadrukkelijk naar gekeken. Die moet je even uitleggen. Nou, ik bedoel, het is niet zo dat zij puur jouw strategie uitvoetballen. Jij hebt ook gekeken naar wat de kwaliteiten van de jongens waren en daar een mix van gemaakt.
Nee, maar dat is volgens mij het belangrijkste. Dat je naar je manier van spelen kijkt naar datgene wat bij je spelers past. Als je spelers dingen laat doen omdat je denkt dat dat goed is, maar het past helemaal niet bij de spelers, dan gaat het niet werken. Dus je probeert inderdaad altijd een mix te vinden. En dan groeit er zelfvertrouwen, hè? Ja, dan groeit zelfvertrouwen. En dan hebben die jongens ook het gevoel dat het geweldig is om in zo'n stadion, in zo'n ambiance te spelen. En daar kijken ze al naar uit. En je ziet ook de teleurstelling bij de jongens die dan niet mogen spelen, zeg maar. Omdat iedereen graag dat wil meemaken en daar een bijdrage in wil leveren. Dus ja, dat is tot zover is dat een geweldige, zijn dat geweldige wedstrijden. We hebben wat extra grijze haartjes, denk ik. Ja, het is voor je gerust, voor je, hoe zeg je dat, gemoedstoestand is het niet best. Maar als het uiteindelijk zo afloopt, ook weer wel. Luc Brouwers, kun je nog een beetje lopen? Nee. Kunnen we een beetje praten dan? Ja, dat wel. Maar dat heeft te maken met de 3 punten. Dan maakt een hoop goed. Wat waren jullie aan het doen in de eerste helft? Het leek wel walking voetbal. Nou ja, ja, weet je, het is... ja, vanuit mijn perspectief waren we voetbal beter. Dat lieten zij ook toe. Speelden we overal onderuit en dat vonden ze allemaal wel prima. En zij zakten heel erg ver terug in. Zij zakte gewoon terug. Nou, dat is heel lastig om daar doorheen te voetballen. En dan moet je soms wat meer geluk gaan zoeken. Dus gewoon die ballen erin gooien. Precies. Maar dat weten we ook, zeggen ook in de rust. We hebben dat doelpuntje nodig. Want dan komt het hier ook weer echt tot leven. Ja, maar het was wel een beetje stil vanaf de tribune, ja, hè? Ja, dat snap ik ook wel. Weet je, het was ook niet te sprankelend. Dus ik snap ook niet dat je dan denkt van nou, hè. Dan gaan we eens even. Dus, maar we weten wel, als we dat ene doelpuntje maken, dan gaan ze erin geloven. Hè? En dat hebben we nodig, zeker hier thuis. En dat maak jij dat ene doelpuntje, want jouw onverzettelijkheid, grote chaos. Nee, ja, voorzet volgens mij van Bas, ik weet niet zeker. En ik spring best wel vroeg. En ik koppen, maar hij was net iets te hoog, waardoor ik hem niet echt kon koppen, zeg maar. Maar ja, een beetje een klungelig uitverdedigen van hun. Ja. Ja, ook daar moet je maar in geloven. Erin, ja. Precies, en dat heeft ook met die corners te maken. Als je daarin gelooft, je trapt hem, je gooit de power in, je loopt ook met power, zoals Joris. Ja, maar ja, het is lastig verdedigen als je in één keer 2-3 jongens volle bak op je af ziet komen. Ja. Dan weet je niet wat je overkomt. En daar scoren we 2 keer uit. En ja, een mooie variant bedacht door onze keeperstrainer. Dus ja, ook de credits naar hem natuurlijk. Welke corner doel je dan op? Allebei. Oké. Okay. Het is heel raar, maar we doen allebei precies hetzelfde. Alleen de ene corner kopt Joris hem direct in. En de andere corner kopt Joris hem naar Inigo en schiet Inigo hem in. Dus ja, eigenlijk doen we allebei de corners precies hetzelfde. En dat was allebei, dat was zijn idee. En daar dan valt hij goed en dan wordt het gekhuisje. Oh, een klein beetje wel, hè? Ja, dan is dit echt de mooiste club. Niet normaal. Echt bizar. Ja. Ja, echt niet normaal. Ja, juist zo leuk. Ja, het is puur emotie. Dat, ja. Weet je, het is... Ik score niet... Oké, dit seizoen mag ik het misschien niet zo zeggen. Maar ik score over het algemeen niet heel vaak. Alleen, ik vind... Ja, dat is gewoon ultieme ontlading. Ik kan wel dansjes gaan doen, ik kan wel heel arrogant mijn armen over elkaar, maar dat is niet wie ik ben. Op dat moment komt het in me op en er is geen enkele seconde over nagedacht dat ik op dat moment doe, maar, en dat zie je ook wel. Dus, maar ja, dat vind ik, dat wil ik ook zo graag houden. Of ik moet er daar 800 in hebben liggen of zo, ja, dan misschien dat het dan op een gegeven moment dan moet je een dompje gaan verzinnen. Nee, maar dat is mijn manier. Ja, jij voelt je op je gemak, hè? Ja, maar ja, ik denk dat we heel veel mensen op zijn gemak voelen. Het is bizar. Ze hebben vanaf de eerste goal die zij maken, hebben ze tijd lopen rekken. Hebben ze er alles aan gedaan om hier punten te pakken. Ze hebben totaal niet gevoetbald. Ze zijn er 2 keer uitgekomen met een counter. 1 keer met een afstandsschot. Ja, en aan de ene kant denken van ja, alles zit tegen. Want wel een wereldgoal trouwens, hoor. Ja, het was een wereldgoal. Maar ja, weet je, het is... Zat Haan toch ook weer een beetje mis? Ik kon het niet goed zien. Ik kon het oprecht niet goed zien. Dat zal hij beter weten. Maar nou, hij zit erin. En ja, 3-1. En zelfs dan gaan weer we een tikkie, ja. En dan toch. Maar ja, dat is denk ik team. Dat typeert ons. Maar zeg je dan tegen die jongens, kom op, hoef je dat helemaal niet te zeggen? Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen. Dus ik weet niet of ik, als ik het niet zeg, of het dan niet gebeurt. Dat weet ik niet, hè, want dat is achteraf praten. Maar ik zeg het wel. Ik zeg, kom op jongens, er is niks. Ja, we spelen thuis, we zijn voetballend ook gewoon niet beter. Zij zakken volledig in. Ja, dan weet je dat ze gaan vallen. Je weet dat ze kunnen gaan vallen. En, nou ja, dat is ook zo gebleken.
Dit zijn krankzinnige wedstrijden. Slecht voor je hart en je rikketik, denk ik. Een paar haartjes minder op mijn hoofd. Dat gaat wel snel nu, hè? Ja, dat gaat heel snel. Waar gaat dit eindigen? Je staat gewoon op een voorronde Europa League plek. Ja, nu ga ik overdrijven. Ja, de druk is een beetje van de ketel zo, denk ik. Want degradatievoetbal spelen is heel wat anders. Het is, we zeiden wel vooraf deze wedstrijd, zeiden we wel van dit is gewoon een enorm belangrijke wedstrijd. Je kunt Sparta verliest, RKC verliest. Precies, weet je, het is. En het is een directe concurrent, zoals je ziet, Fortuna. Ja. En ja, volgens mij sta je nu op 7 punten Fortuna. Ze hebben natuurlijk wel een wedstrijd minder, maar dat is volgens mij tegen Feyenoord. Dus of dat nou 3 punten oplevert, weet ik niet. Maar goed, dat is allemaal speculeren. En het duurt er nog veel te lang om daarover na te denken. Maar ja. Zwolle, sta je op Zwolle? 9? 12? Op hoeveel punten bedoel je? Ze hebben er maar... Ze hebben er 4? Ja. Ja. En wij 16? Ja. Nou, 12 als ik het bedankt, goed. Hè. Die punten kun je maar hebben, toch? Ja. Dus ja, weet je, het is. En wij hebben het elftal. En natuurlijk hebben we in het verleden wel een aantal wedstrijdjes gehad waar we gewoon kansloos onderuit gingen. Kansloos met wel tussen. Wel met, ja, weet je, het is. AZ ging er in mijn ogen kansloos af. Ja. Daar had je nog uren door kunnen spelen, had je niet gescoord. Nee. Maar Cambuur ga je er echt niet kansloos af, terwijl je heel veel doelpunten kreeg. 10 minuutjes. Maar we zijn voetbal beter, we komen voorsprong. Maar ook daar zie je, en als je, ja, je moet hem niet terug gaan kijken, want dat is zonde van je tijd. Maar je ziet wel dat we blijven gaan, ook al staan we 4-1 achter, we blijven gaan. Die Spanjaarden kwamen erin toen voor het eerst, die bleven gaan. En dat typeert ons echt, dat is echt klas. Diego Córdoba, what the peep happened tonight? Yes, very good. Very good match, I think. Also the first half? I think it was not one of our best match. I think we play not in our best level. We start bad. They score 2 goals without making chances. The first half goes bad. That's true, yeah. But also there are matches that start like this. And we can see today how confidence have the team. How they fight back and how we can make reverse to the score and win this match that was so difficult in the halftime. You're always on top at first to get into the battle. Yes, I tried to be near to the goal to score, and today I was lucky that I scored. I helped the team to achieve the 3 points. So. You think that's luck? I thought this was bad luck when you did that high ball. You remember the situation? Yes, I remember. I try to be near to make chances and to be near to the goal. I think it's good for me, it's good for the team, and today I score, so I'm happy. The team win, so everybody's happy, and we have to know that we have to improve a little bit in some data at the matches, but I think today Samari will have to take it that it's the how the team fight back. How the confidence that we have, all the crowd, all the supporters, all the football play, all the teammates. In another situation, maybe you throw the game and you try to finish at early possible. But we try to do our best, and finally we fight back and we win. So. What did you thought with your goal, the 3-3, when you stood by the second pole? What did you thought when you stood there? Thought. You thought the ball was going there? Yes, it's. I thought, what is he doing there? But no, I normally go in the set pieces. I go to throw the free kicks or the corners, The result we were losing. I want to score, and Philip told me I am going to throw the corner. So I am. I think I'm not going to be stay at the corner. We are going to lose one player. I go inside and I will try to score, and it happened. So where did you get all your energy from? What, sorry? Your energy in the game. Where did you go get it all from? No, all the. I think that we have seen the second half that we can fight back, we have confidence also in all the teammates. So when we were looking how was the result, we were near to draw the match. Gives energy. Yes, it gives energy. Also the crowd is terrible, how the supporters help us
in the match in another team, maybe you are losing 2-0 at home and yeah. they start I don't know the word here. Yeah. And they here, start whistling and here the contrary. Yeah. They help us so much. Makes a difference. Yeah. Yes. So yeah, so proud of them. You have only one shoe. Did you lost the other one? No. the media boy of the club was the physiotherapist. No, the media boy was put me in a hurry. He wants to make as early as possible the interview. So I go now to cover only this. I saw you on the pitch with two little ones with on their back 21. Yes, they are my cousins. They come from Bilbao this week. Also my family, my father. I saw a lot of people by the sideline. Yes, yeah. My father, my mother, my grandma, my grandpa, my uncle, my cousins. They looked a little proud. Yes. They know how I am here. I'm so happy. Not only in football, also in life. I think I'm improving so much myself. And they want to visit me, to look how I am, to watch also Deventer, the stadium. And I will go with them now to have dinner, I think. Okay. So we will enjoy because I think it was a very, very beautiful match to see. So yeah. I'm happy. A lot of spectacle. Yes. Interesting match to watch it to the supporter. Maybe if you are inside, you suffer more. I'm 10 years older. Yes. Yes, but for lucky we have win. So tomorrow we have 3 points, very important 3 points that we know that today was very important week for us. Yeah. We can make a very big step. Yep. In Spain we say. Hay que ganar por lo civil o por lo criminal. That it means that you have to win. You don't know how, but you have to win. And today I think it was not our best match, but we have win, so we are so proud. And we are so happy about the team. Enjoy with your family. Thank you so much. Alles over de sport in Groot Salland hoor je bij Salland Sport. Op Salland 1.